Ja, maar ik schrok vooral van een paar keer een atoombom. Ik heb nog nooit in zo'n volle zaal een film gekeken. Hoi, Maarten en ik zitten hier te wachten voor Oppenheimer. Ik verwacht dat het een goede film is. Maar ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik heb niet heel veel ingelezen. Maar... Goed punt, heb ik ook niet gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd. En we gaan het zeker aan jullie melden. Ja, ja, ja. Ten years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. Sorry, who is this? There is a bomb under your seat. Oké, okay, film gaat beginnen. Tot later. Few moments later. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Zei ik al voor de film. Yeah, yeah. Doorschrijven over eigenlijk. Wauw, ik moet zeggen, ik ben niet compleet sprakeloos zoals Christopher Nolan voor mij verwacht had. Maar het zet je wel aan het denken, zo'n film. Ik vond het een hele goede film. Ik had eigenlijk het einde wat minder open gehoopt, maar ik zal wel eens een open hebben gehad. Dat geeft toch wel wat meer de impact. Ja, precies. Jij schrok ook een paar keer goed van de film. Ja, maar ik schrok vooral van een paar keer een atoombom. Het was bijna een soort horror aspect wat ze erin gooiden als hij die visioenen had van iedereen die tot as ging, zeg maar. Toen die atoom afging, het was helemaal stil. Ik zat echt te wachten op de knal. Ik zat echt zo, dan gaat de knal komen. Ja. Want het is natuurlijk ja, ja. Een ander moment en dan de knal. Maar ik zo, die gaat komen. Maar ik was ook aan het wachten op die knal. En op het moment dat ik dacht van oké, okay, hij komt niet meer, toen gewoon boom. Hij was echt heel goed. Elke keer als je een beetje weg zou vallen, dan was het gewoon bouwde het weer. Ja, en ook zeker hoe ze uiteindelijk Robert Downey Jr. nog als een soort all-time bad guy van de film maken. Heel goed. Ja, ik ben heel benieuwd. Zo, wat een publiek was ook gekomen voor deze film. Ik heb nog nooit met een hele zaal in de bioscoop gezeten, maar dit was wel echt amazing.